Good day, everybody, and welcome to yet another beautiful Sunday. And I think it's gonna get pretty warm today. So on my last vlog, I mentioned that it would be cool to do Afrikaans vlog, and you should leave a comment and tell me what you think. So as requested by MVRZ800, for those of you who don't know who that is, be sure to check out his channel. Link for that in the description. So as requested by him, I am gonna make one today. So I guess this is where I switch to Afrikaans mode. So to all you people from South Africa who's watching this, I hope you enjoy it. As I come to know in another verandering day, it's helemaal anders to do. So ek het besluit om vandag die pad te ry. En ek ry ek om elke dag, want dit is my area, kan ek nou maar sê, waar ek werk. Maar net om vir julle verslag aan 'n pad te wees, want ons ry altyd by ons hoofpas en ek dink julle gaan kan al een beetje gaat vol om die pas hier altyd te sien. So ja, dus ek my vandag besluit het, ek en vandag het ek besluit om myself volledig, hoe sal hulle sê, te kiet. Gewoonlik rij ek hier as het so warm is met die baiekie nie. Maar mens moet op sy kom een bietjie veilig wees. Ek is om een bykie stil op een zondag, gewoonlik saterdag, dan is dit een malhuis in die dorpie. Een klein dorpie, maar die dop om veel baie mens uit. Right, ek sal seker net eers my petrol in gooi voordat ek verder gaan. Ek wil nog net op staan zonder petrol nie. Alright, nou dat dit klaar gedoen is, dan kan ons maar rij. Ek moet sê, ek vind het een bietjie makkeliker om dit in Afrikaans te doen as in Engels, want ek maak altyd so baie foute wat ek moet uitedit. Nie dat ek nie foute maak in Afrikaans, ek moet nie my verkeerd verstaan nie, ek maak ook maar genoeg foute. Maar nie so baie soos in Engels nie. Maar obviously moet die mense het ons nou maar in Engels doen, want as baie mense wat ek kyk, wat die Afrikaans verstaan nie. So ja. Dat is nou op pad naar die koop om geldskant toe. Ook een paaikie wat ek elke nieuwe dag rijd. Het klinkt een baie lekker pas, maar die pad is niet zo goed. Hij lijkt me een beetje slecht. Ik heb het nog nooit met die bike gereden, die is de eerste keer. En ik wou al voorbij een lang, maar ik heb nog net nooit de kans gehad. Wow, kijk waar je rijdt.
Zijn er nog een paar soorten mensen kunnen rijden nog van de tijd? Pad naar Duizendfeest en toen zie je de Ronsbergpas. Nog wel een lekker pas, maar alleen een tijdje bij een zand op het dier. En dat is wel voor mensen waar ik even zachtig moet wees. Ik wil in mijn gat afvallen. En dit en blij die heel de tijd uitvalt. Ik zie deze daar een paar challenges in de motorblogging community. Alleen noemen die first gear challenge. Dat is de basis om te kijken wat je bike zal halen zijn eerste keer tot de age limit. En ik denk ik ga vandaag een challenge doen. Ik zoek net een lekker spot om het te doen. Dit is een lekker stukje strijdpad. Ik denk hier is een lekker stukje strijd hier zo. Ja, hij leek goed genoeg. Alright! Als ik naar rechts kijk, moet ik maar 20 wees. En de eerste keer. Ik zal het weer tegen footage gaan, maar ik denk het was 120. Wat is slecht is hij. Ik maak het! Hij moet je altijd voor me zijn rij. Ja, dat is weer die pad, hij is te vet. Ik woon al lang al een video gemaakt in Afrikaans, zo afhangen doe je daarvan ook. Kan dat ook in de toekomst wees? Ik weet dat ik wel een deel wil doen in Afrikaans. En ik denk dat het interessant is. Hey! Nou ja, nog een van die plekjes waar ik elke lieve dag moet rijden. En dit is nou redelijk voor jou een spookdorpje. Hier gaat niks aan. Absoluut niks.